Ik ga vanaf de sokkel naar boven. Daar vind ik een hele gladde figuur. Even kijken, het is plat aan de achterkant. Boven is het ruw. En daar zit een ja, min of meer gevouwen iets tussen. Het is dus iets van. Dus dit zou dan meer de krans zijn, zeg maar, die voor je ligt. Dat denk ik. Tenminste, dat roept het dan ineens zo bij me op. Ik heb hier een stuk. Dat vind ik interessant. Dit wil ik even niet. En hier is het dan van. Ik kijk aan de voorkant. Maar er is een vergezicht, dus ik kan ergens nog alle kanten uit. Dat is een hele lange weg voor me, die ergens naartoe leidt. Dit zou de deur kunnen zijn die waar achter nog iets is. Maar dat is dan ook het nieuwsgierigheid. En hier dat je de hoek om gaat, je loopt tegen de muur op en je wil een hoek om en kijken wat daar te beleven valt. Dus de vier aanzichten hebben allemaal een ander verhaal. Ja. Het is dan niet meer één verhaal. Het is niet meer één Nee. verhaal, nee. Langzamerhand spreekt het aan, laat ik het zo zeggen. In de eerste instantie dacht ik, zeg me niet zoveel. Maar naarmate ik er langer aan voel, vind ik het wel mooier worden. Ik weet niet of dat moet, maar hij kan ook hier op die standaard draaien. Dat moet Dat officieel moet. Oh, dat moet officieel niet, maar niet. dat vind ik op zich wel leuk Ja. dat hij dat doet. Want daardoor juist is het zo grappig dat je hem dan op de standaard naar alle kanten zou kunnen draaien. Als jij bedacht had dat het ding moet kunnen Ja, draaien, ja. dan zou je kunnen zeggen van dit stelt iets voor dat je het aan alle kanten moet bekijken. Dat je niet, dat is misschien dan wel een verhaal, dat je niet alles op één, je blik niet eenzijdig op iets gericht moet houden. Maar dat je iets van meerdere kanten moet bekijken. En doordat het draait, word je daar bewust van. Dus er komt toch een verhaal. Er komt toch een verhaal uiteindelijk Ja. door het draaien. Ja.